verhaal van de vuurpijl is gebaseerd op een sprookje van Oscar Wilde. Het gaat over een arrogante vuurpijl. Die alleen over zichzelf denkt. En een prins en een prinses die gingen trouwen. En ze hebben een vuurwerkshow. De vuurpijl denkt dat zij gaan trouwen omdat hij die avond af zal gaan. De insteek van het verhaal is heel absurd. Om een vuurpijl tot hoofdpersonage te maken in een verhaal dat begint over een prins en een prinses. Ik ben de gillende keukenmeid, de cracker is er, de voetzoeker en dan nog veel meer. Als je een rol hebt, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo speciaal. Dan ben je niet speciaal, want eigenlijk heeft het hele koor wel echt een rol. Klassiek rondom de klas is dat je op een school met een muziekinstrument kan kiezen. Je kan in een koor zingen en je kan een instrument bespelen. Je leert alles over muziek. We hebben ook een solfège-boek en dan gaan we allemaal noten leren. Het is heel leuk om elk jaar weer een nieuw soort geschreven liedjes te krijgen en een heel soort nieuw verhaal en om dat weer te gaan spelen. Het orkest en het koor, de kinderen en de solistjes hebben ontzettend veel moeten repeteren. Het is niet echt makkelijk natuurlijk. Maar het plezier wat zij hebben, alleen daarom al zou ik zoiets willen maken eigenlijk. Wat ik heel mooi vind aan klassiek rondom de klas is dat ze eigenlijk laten zien dat klassieke muziek voor iedereen iets kan betekenen. Dat het niet alleen maar is voor een kleine groep mensen die daar iets mee opgegroeid of die er dan heel veel van begrijpt. Want ergens valt er ook niet heel veel te begrijpen. We brengen oud en jong bij elkaar. We brengen allerlei verschillende groepen mensen uit de samenleving bij elkaar. Als je opera's leuk vindt en dat soort dingen, mag je komen kijken. Er zit ook natuurlijk mooie muziek in. En natuurlijk machtig orkest ook. 1, 2. Klassiek rondom de klas bestaat dit jaar 5 jaar. De opera is eigenlijk een cadeau aan ons allemaal. Het is 1 groot feest en we zouden het ontzettend leuk vinden als we dit feest samen met jullie kunnen vieren.